President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens de 47e CARICOM staatshoofdenvergadering opgeroepen tot meer samenwerking tussen CARICOM-landen om voedselproducten agressiever van elkaar te importeren en de gevolgen van klimaatverandering op de landbouw aan te pakken. Hoewel de CARICOM-landen veel producten zelf produceren, stuiten ze tegen veel barrières aan. Als we de barrières niet wegnemen, dan zijn we nog steeds geconfronteerd met dezelfde uitdaging waarmee we al jaren te maken hebben, zei de president. Het gaat hierbij om uitdagingen als connectiviteit en fytosanitaire inspectie. Het staatshoofd bracht in herinnering dat het Caribische platteland, vooral Guyana en Suriname, wordt geconfronteerd met andere gevolgen van klimaatverandering, zoals ernstige droogtes en hevige regenval die op hun beurt gevolgen hebben voor de landbouw. President Santokhi vroeg ook om een grondige evaluatie van de impact van het orkaanseizoen via de Caribbean Disaster Emergency Management Agency om betere logistieke planning en effectievere hulpverlening mogelijk te maken. Suriname heeft $100.000 en meerdere voedselzendingen beschikbaar gesteld voor getroffen landen als Sint Vincent en de Grenadines en Grenada. CARICOM-voorzitter Dickon Mitchell, premier van Grenada, vroeg aan president Santokhi om het onderwerp ter sprake te brengen in de caucus-discussie over de single market and economy. De 47e reguliere CARICOM-staatshoofdenvergadering wordt vandaag afgesloten.